Een goedenavond aan Linda. Hallo. Een goedenavond aan Reggie. Een goedenavond aan Philippe. Hey. Goedenavond. En jullie gaan wel eens door het leven als Milking. Hoe gaat het? Goed. Ja, leuk. Ik ben blij dat Linda hier is, want anders zit ik er zo alleen vrijdagavond. Nu is Linda en Philippe en Merel hier, dus fijn. Leuk. Ja, oké. Okay, Reggie en Linda, door iedereen gekend. Philippe, de man achter de schermen vooral. Hè. Leg zelf even uit voor zij die nog altijd niet weten, wat is jouw aandeel in Milking? En dat is wel betrekkelijk groot, hè? 50%. Hey, 40. Oh, sorry. 40, 40, 20. Nee, ik zeg meestal, ik doe ongeveer wat dat Reggie doet. Maar dan in de studio en zonder zo vaak op de planken te komen. En want vaak als ik zeg van ja, ik ben de man die vaak in de studio zit om de nummers van Milking te maken, dan denken ze, ah, dus zie je wel, Reggie, die kan helemaal niks. Dus dat is maar de man die op het podium staat. En dat is dan helemaal niet waar, want wat we in de studio doen is zo goed als 50-50. En hij heeft dan zijn sterke kant en ik heb mijn sterke kant. Ja, maar interviews geef je eigenlijk niet zo vaak, hè? Zelden, ja, zelden. Ah, ik ben blij dat je erbij bent vandaag. Enfin, jullie zijn hier met Full Force, er is nog een extra zangeres bij ook. Straks gaan jullie Storm Live spelen. De vraag is alleen op welke plaats gaan jullie die spelen vandaag? Op 1 of op 2? Gisteren was het op 1. Het zou zeer fijn zijn mocht dat vandaag opnieuw zo zijn, maar dat gaan we straks zien. Eerst even vragen, want jullie zitten deze dagen meer in de Ardennen dan ergens anders, hè, Reggie? Wat er gebeurt er allemaal op dit ogenblik op kamp? Philippe en ik zijn eigenlijk rechtstreeks van Les Ardennes naar hier gecrossed, omdat vandaag is het gedaan, maar we hebben officieel anderhalve week in Ardennen gezeten om ons nieuw album te schrijven. Allee, toch al een stuk van. Ik moet zeggen, ja, het is zo, vooral de laatste dagen is het aardig aan het lukken. Dus wij zonderen eigenlijk ons af, zo twee venten alleen in een chalet in Ardennen, voor dan wat inspiratie te krijgen. Hè. Nou, je moet hoe daar gaat, geen vieze gedachten bij krijgen, ja. Dus professioneel. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Wat moet ik mij voorstellen? Is dat een soort chalet in het midden van het bos? Of... Ja, inderdaad. Ja, gewoon, ja, echt? Gekozen op zo stil mogelijk. Je kon op zo'n website, zo villas boeken, en dan stond daar zo'n geluidsniveau dingetje bij, van dB's. En dit was 0 dB qua omgevingsgeluid, dus dat hebben we genomen. Het is midden in het bos. En het is eigenlijk gewoon om even weg te zijn van alle telefoons en mails en stress en even aan niks anders te denken dan aan nummers te schrijven. Want thuis gaat dat ook hoor, maar dat is toch moeilijker omdat je dan altijd wel gestoord wordt. Nou, hoe lang blijven jullie daar dan? Ja, nu, anderhalve week zeker. Ja, zoiets, ja. En hoe ziet de dag eruit, Philippe? Wel, we staan op rond een uur of 12. Ja? En dan ontbijten we. Dan is het eerst... Ja, het is altijd tot rust komen. Wat heel belangrijk is, gewoon zo lang mogelijk wachten totdat we ons achter het keyboard of achter de gitaar zitten. Omdat... Dus tegen 10 uur 's avonds? Ja, is het zo. Ja, dan schieten we ongeveer in gang. Zo, en dan, maar dan, hè? En dan tot een uur of 2, 3 's avonds, 2, 3 's nachts zitten we dan te pennen. En dan beginnen we met proberen een goede titel te vinden. En dan gaan we daar rond associëren en teksten maken. En, deze keer hebben we echt heel veel vanuit melodie ook willen beginnen. Dus heel vaak dat een nummer direct ontstond met een melodietje erbij of achter de keyboard of achter de gitaar en zo. Ja. En hoeveel nummers zijn er nu al af? 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 Ja, nee. Af. Dat kennen die niet. Maar pak dat we toch dat wel een idee voor een nummer of 5, 6 hebben bijgetankt op onderhalf week. Dus ik beschouw dat als goed. Ja, maar Linda, wanneer hoor jij dan die nummers? Bellen ze jou dan van, hey, we hebben niets? Of is dat pas helemaal op het einde als het allemaal klaar is? Ik krijg van die demotjes die Reggie inzingt, maar die zijn totaal nog niet af. Want als ik dan de afgewerkte versie hoor, dat kan soms heel anders zijn. Dus meestal krijg ik zo een demotje dat heel simpel is, hè. Met een paar klankjes, maar daar Reggie inzingt en dan moet ik dat gaan inzingen. Hè. Ja. En dan werken zij dat af. Ja. Is er eigenlijk ooit, want nu je erover begint, jij zingt de demo's in, is er eigenlijk ooit een plan geweest om een Milk Inc. single uit te brengen waar jij echt gewoon de zang doet? De zang? Nee. Denk ik niet, want ik vind dat Linda daar zo goed in is. Ik heb wel op mijn soloplaat al een zelf iets gekweeld, maar ik hou dat voor Reggie. Want laat alsjeblieft Linda zingen voor Milk, want ze doet dat zo goed. Dus. Reggie, two words, posthuum. Postuum. Ja! Dus als ik ooit sterf, dan gaat waarschijnlijk alle Milkings in de Reggie-versie uitkomen dankzij die twee hier naast mij. Die gaan die dan allemaal uitbrengen en die zijn verschrikkelijk. Maar het is wel schoon om terug te horen. Zo. Een paar jaar later, als je zo de demo's van Al is een Land of the Living zo terughoort met mijn stem, dat is echt heel grappig. Ja. Ja. Linda, hoe fel is dat nog verschieten als een nummer van Milking plots op 1 blijkt te staan in de M&M 50 en in de Ultratop 50? Dus best verkopende en bovendien best scorende bij de luisteraar? Heel fel. Want mensen denken, verwachten jullie dat dan niet? Ja? Omdat jullie al zoveel hits hebben. Maar nee, ik hoop altijd dat een nummer dat heel goed gaat doen. Maar dat dan een nummer 1 is, dat is echt zo... Ah, dan valt er gewoon achterover.
Ja. En dan zijn ze heel dankbaar natuurlijk dat iedereen de ja, single gaan kopen is of gaan downloaden. Of, ja. Is dat ook zo'n nummer dat ooit geschreven is in de Ardennen? God, we hebben Storm. Ik denk dat we Storm geschreven hebben in de Champagne-streek. We zijn vorig jaar heel ja. even weg geweest. De Champagne-streek is niet jouw kelder, vooral het einde. nee, nog niet. Dat is mijn lever wordt ook zo omschreven soms. Ja, we hebben dan gezegd, we doen even, we hebben niet veel tijd, we gaan een paar dagen. En dan zaten we in een chateautje en na 3 dagen zijn we gaan vragen, mogen we nog een dag blijven? En toen hebben we gezegd, mogen we nog een dag blijven? En dat ging en we hebben de kalender toch leeg kunnen maken voor een paar dagen. En toen hebben we, ik denk, zowel Blackout als Storm daar geschreven. Was het een moeilijk kindje of was het er heel snel? Het ging eigenlijk vlot, maar we hadden eigenlijk niet door dat we geschreven hadden. We kwamen terug van toen van Champagne en we hadden dus gedacht, we hebben niks gemaakt. Zo van, shit, we hebben niks gedaan. Bleek dat we 2 nummer 1 is geschreven hebben. Dus het is weer een duidelijk voorbeeld van dat je het zelf nooit weet. Let's have a big